Met de VeroVal-test kan u snel en veilig bepalen of uw ejaculaat voldoende spermacellen bevat voor een bevruchting en dit met een nauwkeurigheid van meer dan 95%. De test is eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is een effen tafeloppervlak, proper gewassen handen en een uurwerk. Zorg ervoor dat u de gebruiksinstructies goed begrijpt alvorens u de test uitvoert. Neem de inhoud uit de doos en controleer of volgende onderdelen aanwezig zijn. Opvangpotje. Spuit. Een flacon met verdunningsvloeistof. Testcassette in aluminiumverpakking. En gebruiksinstructies. Vang het ejaculaat op in het bijgevoegde potje. Indien u sperma morst, werp dan het volledige monster weg en vul het opvangpotje enkel met leidingwater. Wacht minstens 48 uur, maar niet langer dan 7 dagen na de laatste ejaculatie om een nieuw monster te nemen. Laat het monster minstens 20 minuten, maar niet langer dan 3 uur bij kamertemperatuur 15 tot 30 graden Celsius rusten op een vlakke ondergrond. Roer het monster in het potje ongeveer 10 maal voorzichtig om met de spuit. Steek de spuit in het sperma, maar vermijd vast of kleverig sperma. Trek de spuit vervolgens tot precies aan de 0,1 ml markering terug om het sperma op te trekken. Vermijd luchtbellen door de spuit uit het sperma te halen, de lucht eruit te duwen en opnieuw sperma op te trekken. De flacon met de verdunningsvloeistof heeft een tweedelige sluiting. Open de flacon aan de onderste, brede rand van de sluiting door de volledige dop los te draaien. Steek nu de spuit in de opening van de flacon en vul deze met het volledige monster, 0,1 ml, door de inhoud van de spuit in de flacon te duwen. Draai de dop opnieuw vast en zwenk de flacon voorzichtig om. De flacon niet schudden om schuimvorming te vermijden. Laat de flacon met het monster 2 minuten rusten en let op dat alles goed gemengd is. Indien dit niet het geval is, moet je de flacon opnieuw omzwenken. Open nu de aluminiumverpakking met de testcassette en leg deze op een vlakke, schone en droge ondergrond. Draai het bovenste dopje van de flacon los en laat exact 6 druppels in het ronde gebruiksveld van de cassette vallen. Let op dat er geen vloeistof op het resultaatvenster T of C druppelt. Nadien mag je de testcassette niet meer aanraken of bewegen. Exact 7 minuten na het aanbrengen van de 6 druppels kunt u het resultaat aflezen. Het testresultaat is positief wanneer er zowel een controlelijn C als een testlijn T verschijnt. Dit betekent dat uw ejaculaat minstens 20 miljoen spermacellen per milliliter bevat en dat u over voldoende spermacellen beschikt voor een bevruchting. Een positief resultaat betekent nog niet dat u vruchtbaar bent, daar er nog een aantal andere factoren zijn die de vruchtbaarheid van de man kunnen beïnvloeden. Het testresultaat is negatief als een controlelijn in het controleveld C verschijnt en er geen lijn in het testveld T is. Uw ejaculaat bevat minder dan 20 miljoen spermacellen per milliliter, maar dit betekent nog niet dat u onvruchtbaar bent, daar de spermaconcentratie van dag tot dag verschilt. Raadpleeg uw arts voor meer informatie en laat een volledige semenanalyse uitvoeren. Wanneer in het controleveld C geen lijn of enkel de testlijn T verschijnt, is de test niet correct uitgevoerd en het resultaat ongeldig. In dit geval zegt de test niets over de spermaconcentratie. Voer de test opnieuw uit met een nieuwe testcassette, maar wacht minstens 48 uur.